De metro in Rotterdam heeft de zuidelijke Maasoever definitief verlost uit het isolement, waaronder de bewoners ondanks Maasbruggen en Maastunnel jaren hebben geleden. In 10 minuten rijdt men nu van het centrum van de stad naar het voorlopige eindpunt station Zuidplein, waar bussen zorgen voor het vervoer naar wooncentra als Hoogvliet en Pendrecht. Twee van de in Rotterdam-Zuid na de oorlog verrezen moderne voorsteden, waarin ruim 250.000 mensen wonen. Voor hun recreatie en welzijn hebben ze een centraal gelegen verzorgingscentrum nodig. En dit is gesitueerd op en rond het Zuidplein. Een van de gebouwen die al in gebruik zijn genomen is het nieuwe Ahoy tentoonstellingscomplex, waar op een oppervlakte van 12.000 vierkante meter als eerste beurs de Femina 1970 wordt gehouden. Naast deze hal en ermee in verbinding staat het grote sportpaleis, dat in januari aanstaande 6.000 toeschouwers onder andere bij wielerkoersen en ijshockey-evenementen zal kunnen herbergen. Dicht bij dit sportpaleis ligt het fraaie openlucht- en overdekte zwembad De Plompert, dat al volop in gebruik is. Op het Zuidplein, waaraan ook de Schouwburg ligt, komen voorts nog een winkelcentrum, een parkeergarage en horecabedrijven. Zo wordt er hard gewerkt om ook Rotterdam-Zuid een welzijnscentrum van allure te geven.